Dippy dip saus. Hey mensen, welkom bij de tweede video van vandaag van City Skylines. Vandaag gaan we waarschijnlijk de Vulberg nog uitbreiden. Op een duur wil ik dat echt gigantisch hebben. Ik kan niet naar deze kant uitbreiden. Tenzij, ja, eigenlijk wel, want ik moet hier gewoon rondgaan. En op mijn blote kont gaan. Ik moet hier gewoon even rondgaan en op mijn blote kont slaan. What the fuck? Ik moet hier even rondgaan en op mijn blote kont slaan. Oké, soms ben ik ook heel weird. Ik zal er nu maar over praten, deze video. Maar goed, we zijn een beetje aan het uitbreiden van de Vulberg vandaag. De video gaat niet alleen over de Vulberg natuurlijk, maar dit eerste kleine stukje toch wel. Ik moet nog steeds aan de Vulberg denken, anders wordt de Vulberg boos. Hoe kan een vuilnishoop boos worden? Zet in de reacties hoe dat zou komen. Of toch zou kunnen komen. Maar goed, ik ben goed aan het uitbreiden. Ik wou tenminste zeggen te net zo van, we zijn goed aan het uitbreiden, maar ja, er zit niemand anders in mijn gamekamer, dus 2 minuten bezig trouwens. Maar er zit niemand anders in mijn kamer, dus hoe de fuck kunnen jullie daar ook dan uitbreiden? Dat zou raar zijn. Zijn mijn kijkersgeesten of wat? Nee. Dat zou raar zijn. Ik geloof trouwens nog steeds in geesten, what the fuck. Maar dat kan toch? Maar goed, we hebben weer een hele straat bijgetekend. Volgens mij hebben we niet genoeg water. Oh, jawel. Waar is onze waterbron? Ja, hier is de scheidbron. Bronnenboek. Hier. Hoe kunnen maar, laat me tellen, 7 waterpompen voor zo'n hele stad zorgen? Ik ga dat een beetje realistischer maken. Oh, maar daar kan ik niet meer. Dan ben ik buiten de stad en dat gaat niet in het spel. De hele waterlijn hier ga ik volbouwen. Ja. Boom. Hier moet dan waarschijnlijk nog een klein industriegebied komen dat een beetje over water gaat. Maar Ayelko, ik zie het sowieso wel zitten voor jou om nog eens bij mij te komen spelen. Dat is eerlijk waar, wel zeker. En daar ben ik serieus eerlijk bij. Ik zie het wel zitten. En ook dat ik nog eens bij jou kan komen spelen. Want misschien naar jou kan ik jou... Ja, misschien is... Bij jou thuis mijn YouTube kanaal vinden, I guess. Misschien zou dat wel kunnen. Misschien dat ik mijn witte tablet, dus mijn opneemtablet, was mag meenemen. En dan kun je me op mijn tablet natuurlijk, ja, mijn YouTube kanaal proberen te vinden. Jouw YouTube kanaal. Mijn YouTube kanaal, ja, dat is logisch. Daar komt er sowieso op.
Maar Ayoko, je kunt er wel op rekenen dat deze tablet wel een stuk trager is, omdat... Ja, ik heb hem al 3-4 jaar al. Het is wel een goede tablet, maar hij is af en toe wel eens een stuk trager. En daar moet je een beetje naar wennen. Als je op mijn tablet jouw kanaal wilt vinden. Dus ja, dus je kunt je kanaal wel eens een keer zoeken op mijn tablet. En Ayoko, alsjeblieft, onthoud niet, of ja, je mag erover zeuren, dat, wat ik daarnet aan het fluisteren was, van ja, als ik bij jou kom spelen, hè, dan mag je er eens over zeuren. Want ik weet het, jij gaat dat niet leuk vinden. Allee, jij vindt dat niet leuk, dat is het ding eigenlijk. Maar goed, ik heb elke straat water gegeven, what the fuck. Er is toch een waterpijp eronder gelegd. En kunnen die huizen alsjeblieft gaan groeien, want ik heb mensen nodig. Ik ga het niet op volle snelheid zetten, want dan komen er weer... Allee, dan komen de problemen sneller. En mijn stad begint ziek te worden. Hé, de dooi is er weg. Dat is leuk, dat is goed. Trouwens, net was ik net op tijd met mijn setup voor een tijdje weg te halen. Dat mijn moeke dat niet zegt. Dus toen was ik net op tijd. Op tijd, ja. Op een mooie tijd. Tijdsband. We zijn 7 minuten nu bezig. Dus ik ben blij. Niet echt, want dan moet ik bijna de video stoppen. En jullie weten dat ik graag Cities Skylines upload. Tenzij dat mijn stad vol met problemen zit ofzo. Met van die erge problemen. Bij mijn tweede stad, toen die weg was. Hè, omdat ik de verkeerde erop per ongeluk had gesaved. Toen dacht ik echt zo van... Fucking hell, ik ga een kutserie stoppen, want dat gaat niet goed. Maar nu, daarna dacht ik zo van, oh shit, nee. Want deze serie kan me echt naar heel veel video's brengen en nog snel ook nog, want ik moet het elke dag uploaden. Dus ja. Misschien in deze grote vakantie dat ik wel even tot de 600 video's geraak. Maar ja, daar ben ik wel blij mee dan. Als dat zou lukken. Daar heb ik wel vertrouwen nog in. Maar deze maand... Nee. Vandaag is de laatste dag van de maand dus. Deze maand... Nee. Dat gaat hem niet worden. Oh. Ik heb nog steeds die donuts van de vorige video nog. Deze video heb ik ook direct na de vorige gemaakt. Dus dat is wel normaal dan. 4 stukjes heb ik nog liggen. Perfect. Terwijl we 8 minuten en 35 seconden bezig zijn. De bluegrass. What the fuck? Mijn raam staat open, man. Ik hoor hem. Echt iets heel luids. Zet in de reacties ook of dat je, ja, dat heb je gehoord. Terwijl we 9 minuten bezig zijn. Hierna komt natuurlijk nog 1 World of Warships video. Met natuurlijk weer een kist. En dan heb ik tot nu toe al 3 kisten. Ik zie het wel gebeuren dat mijn World of Warships serie tot de 1000 video's geraakt. Of, nee, niet tot de 1000, maar wel tot de 500 video's die serie. Want op zich kan ik het wel unlimited, dus ja. Ja, oneindig laten doorgaan. Totdat ik mijn schepen heb. En sterretjes, daar krijg je niet zo heel veel van. Daar krijg je er niet zo heel veel van per gevecht. Nee, 10 minuten bezig bijna. Moet per kan gaan eindigen. Maar, ja.
Dus dat is wel leuk. Dat brengt me ook heel veel video's verder. Brandweer. Want er zijn 3 huizen in de fik. Gebied ga ik nog fikvakken. Voor de mensen die niet weten wat fikvakken is. Volwassenen gebruiken dat woord heel vaak. Zelfs de juffen ook. In plaats van vechten zeggen ze fikvakken. Dus als ik dat ooit nog eens zeg, dan weten jullie waar ik het over heb. Nu dat ik wel hou van vechten. In het echt. Als ik boos ben op Ayelko. Dan wil ik hem wel eens een slag in zijn gezicht geven. Maar meestal is hij net snel genoeg en kan hij mij net op tijd terugslaan. Het twee brandweerkazernes over elkaar. Ja, extra brandweer is nooit te veel. In de World of Warships video ga ik ook soms wel horen dat ik nog aan mijn donut aan het eten ben. Ik ga de video eindigen, want ik ben 11 minuten en 30 seconden bezig. Ik ga weer topcamera. En ik ga het weer op de twee werelden 7. Zet als derde ding of vierde ding of tweede. Ja, lalalala. Zet als derde ding in de reacties of zo. Zet daarin of dat je dat slim vindt dat ik 2 steden heb. Want als ik dat bijvoorbeeld op de bovenste save, een andere stad bijvoorbeeld, die echt heel slecht was, dat Diamond City, dat maakt niet echt uit. Ik wil dat ook wel veilig hebben trouwens, maar. Dit wil ik nog veiliger. Maar zet in de reacties of je dat slim vindt. Want als ik een andere stad, bijvoorbeeld Metro City 5, die er volgens mij nummer is, trouwens. Of bijvoorbeeld Ayelkoland, als ik dat per ongeluk op die bovenste per ongeluk save, na te kijken of dat daar het nog goed mee gaat, dan heb ik de onderste nog. Ik kan het door. Is het al? Ja, allebei dezelfde positie. Maar goed. Ik ga het klaarzetten dan. Net als ik de video heb gestart. Of nee, ervoor zelfs. Om het al aan te tekenen. En dan heb ik die foto natuurlijk. Maar tot de volgende video van Cities Skylines. Dat is morgen. En like, abonneer. En ja, tot de volgende video. Bye bye.